Ja, ik denk heel veel en ik wil heel veel. Alleen, ik denk dat ik op het punt ben aangekomen dat mijn lichaam gewoon op is. Is klaar voor dit seizoen? Nou ja, dat niet. Ik geef me niet gewonnen. Maar ja, ik denk technisch is het prima. Alleen, ja, ik mis gewoon dat stukje energie om iets moois neer te zetten. En ja, dat is wel lastig. Terwijl je gisteren nog zei van ik ben goed, zei ook in één adem door van ja, het verschil per dag. Is dit een slechte dag? Ja, dit is niet een dag die ik hoop. En ja, op zo'n dag, dan, op zo'n 3 kilometer, dan word je even met je neus op de feiten gedrukt dat het gewoon een lang seizoen is. En ja, dat de energie een keertje op is. Als ik naar het klassement kijk, denk ik van ja, je kunt er nog bij komen, maar ik denk het niet. Nou ja, ik ga nu gewoon alles zetten op een mooie 500 meter. En daar wil ik iets heel moois laten zien. En dan zien we de 5 kilometer al verder. Ja, want als je nu kijkt met die ogen naar de 3 kilometer, Zablikova, die rijdt een wereldrecord. Dan weet ik wel dat de 3 kilometer een andere afstand is dan de 1500 meter. Denk jij misschien nog dat er morgen een wereldrecord mogelijk is voor jou? Nou, dan moet ik wel ergens een potje energie gaan vinden. Maar ja, zeg nooit nooit. Maar ja, kijk, wat ik natuurlijk vooraf voorspelde, dat de Kagi vanuit de snelle kant en Sablikova, ja, ik denk dat ze morgen ook gewoon de wereldrecord 5 kilometer gaat rijden. Dat is klaar, hè? Ja, dan is het al klaar, ja. Nog één vraag. Als jij morgen 1500 meter gereden hebt, kan het zijn dat jij het toernooi dan gewoon afbreekt en dan alles zet op volgende week, die 1500 meter in Salt Lake? Nee, dat zit niet echt in mijn aard, nee. Als ik ten onder ga, dan ga ik strijden ten onder. En ja, dat zal ik niet zo snel doen.